Hi besties! Dus ik ben eigenlijk vergeten om een intro te maken voor mijn eerste vlog. Dus. Allee, eerste vlog. What a joke! Ik bedoel, voor aan mijn zoveelste keer dat ik opnieuw begin, vlog. Bij deze, mijn eerste vlog na mijn comeback. Mijn comeback vlog. Doe normaal! Dit is dus mijn comeback vlog. Dus ja, welkom bij mijn eerste vlog. Mijn eerste comeback vlog. En vanaf nu ga ik dat dus altijd zeggen. Als jij mij zo op deze manier nog een keer gaat zien volgende week. Of op het einde van deze video, is dat normaal. Want ik heb geen intro's en outro's gefilmd voor de vorige 3 weken of zo. Dus ik ga dat nu allemaal doen. Dus voilà, dat was mijn intro. En nu komt de vlog. Hallo, het is 1 uur 36 en ik moet eigenlijk vertrekken. Basically, ik wou om 2 uur vertrekken, maar ja. Dat is mijn ontbijt, 1 uur 36. Ik ga mijn haar doen voor mijn werk. Ik dacht, ik ga terug beginnen vloggen, want no year, no me. Nee, het is klaar. Maar ik mis eigenlijk het vloggen en ik doe dat eigenlijk niet meer, want ik kan dat niet zo... Nee, ik wil niet zeggen dat ik lui ben, maar video's editen duurt echt super lang en ik heb daar nooit tijd voor. Of als ik tijd heb, dan ben ik zo moe en zo. En dan wil ik dat niet meer doen. Ik gebruik Curly Girl Movement voor gewoon een beetje hydratatie in mijn haar te krijgen. En die zit toch de hele tijd in een dot. Mensen die het niet weten, die mij niet kennen. Ik werk als stewardess, cabin crew, flight attendant, whatever you wanna call it. Dus ja, mijn krulletjes moeten altijd in een tot. En mijn haar is ook te lang om een staart te doen. Dus ja, ik kan wel een vlecht doen, maar ik kan dat zelf niet. Ik kan dat niet bij mijn eigen, which is very bad, I know. Weet je wat ik haat? Ik heb zo een ziek voorhoofd en dan heb ik hier zo geen haar. En vooral, wow, nee, dat gaan we niet verstoppen. Ik ga niet overdrijven, mijn voorhoofd en zo. Ja, mensen vragen altijd, hoe de fuck krijg ik... Sorry. Hoe krijg ik met mijn haar een strakke dot? Wel, zo dus. Mijn haar is kletsnat. Dan pas gaat dat. Als mijn haar niet nat is, ja, moet ik er niet eens aan beginnen, denk ik. Ik gebruik gewoon gel van mijn papa. We hebben voor kerst, allee wij, mijn zusje heeft voor kerst 7 nieuwe bottles, allee 7 nieuwe flesjes gekocht voor hem. Omdat hij dat altijd koopt en wij maken die altijd op. En nu hebben wij 7, heeft zij 6 of 7 nieuwe dingen gekocht. En kijk wie gebruikt dat weer. Ik, ja, hoe gaat het met die man? Kijk, wij hebben het nog steeds betaald, hè. Voilà, en dan doe ik met mijn staart zo. Dan draai ik het. Zien jullie dan? Nee, waarschijnlijk niet. En dan, toch om een beetje mijn krulletjes te laten, doe ik, hou ik het zo. Dan ziet u nog een beetje mijn krulletjes en dan pak ik mijn rekker. Doe ik dat rond de dot. Rond de dot 2 keer. En dan laat ik mijn krulletjes toch nog een beetje. Ah, bon. I don't know if you see it, maar dan ziet hij hier zo nog een beetje krulletjes. That is my hair. Nu 1 uur 46. Let's see how long it will take. Dus vandaag ga ik naar, van Brussel naar Manchester. Maar van Manchester terug naar Brussel. En dan van Brussel naar Lyon. En dan blijf ik in Lyon slapen. Oh my god, kijk hoe ze haar make-up doet. I don't care. Oké. Zolang het er een beetje uitziet als eindproduct, gaat er niemand iets zeggen. Tada! Voilà, make-up is done. Mijn oorbellen nog. Dit zijn mijn oorbeltjes van Sur la Lune. Voilà. En ik krijg daar heel veel complimenten over van collega's en ook van stagiairs. Dat is 1 oorbel, maar dan lijken er 2. Cute, hè? En ik heb ook een ring die super mooi is, waar ik ook altijd veel complimenten over krijg. En ik draag die elke dag en nu ben ik die ineens kwijt. En ik ben echt heartbroken en ik ga die gewoon opnieuw kopen, interesseert me niet. Maar ik ben zo heartbroken, want dat is gewoon mijn dagelijkse ring die ik gewoon kwijt ben. Ik weet niet waar ik die heb gedaan. Ik doe die ook basically nooit uit. Alleen om te gaan slapen, maar die ligt niet in mijn bed of zo. Dus ik weet niet waar die is. Oké, nu ga ik mijn kleren aandoen en I'm ready to go. I see you in Lyon. Straks, of vanavond, vannacht, ga ik jullie terug zien. Nee, jullie gaan, dat gaat 1 seconde zijn voor jullie. Oké, bye. Bye.
Ik ben het belangrijkste vergeten. Mijn parfum. Dolce & Gabbana The One. Bold. Dat is echt mijn geur. Zonder deze zou ik niet zijn. Oké. Okay. I made it. Ik heb natuurlijk ook McDonald's besteld. Because I was very hungry. Waarom spreek ik Engels? Ik weet het niet. Dan ga ik mijn chillkleren aandoen. Ik weet zelfs niet of ik tijd heb. Allee, tijd. Ik heb wel tijd. Maar zo, of dat ik daar energie voor heb om mijn kleren uit te doen. Oh, verkeerde kast. Of ik energie heb om mijn kleren uit te doen voordat ik ga eten. Maar ik moet de energie wel vinden. Want ik ga echt niet geen McDonald's eten in deze kleren. I'm not gonna do that. Het is nu 12:53 en ik ben net klaar met eten. Alleen niet net. Ik ben eigenlijk al lang klaar met eten, maar ik zat weer te scrollen op mijn telefoon. Mijn telefoon, what the fuck? Wie zegt dat nu? Op mijn gsm en ja. Ik ben eigenlijk, to be honest, ben ik gewoon veel te lui om mijn make-up af te doen. Mijn stem is echt helemaal weg aan het gaan, maar ik vind dat nog cute of zo. Is dat raar? Probably, maar ja, gewoon kijk. Maar ja, ik ben eigenlijk gewoon veel te lui om mijn make-up af te doen, maar ik ga het toch doen, maar I don't like it. Like, snap je? Je bent moe, je wilt gewoon in je bed kruipen, maar dat gaat niet. Oké, weet je wat? Om de tijd een beetje te rekken die ik niet heb. Want ontbijt is al om 9 uur. Nee, maximum tot 9:30. Wacht. Ik zit jullie daar. Ik heb een short aan, by the way. Voordat jullie denken dat ik hier niks onder aan heb. We gaan een bedtest doen. Ja, oké. Okay. Een bed is een bed. We don't care. Nu ga ik mijn make-up afdoen. Oké. Okay. En mijn haar laat ik gewoon zo en dat zijn problemen voor morgen. Now it's time to sleep. Nu ga ik iets kijken voor mijn telefoon. Gsm. Wie zegt telefoon? En dan ga ik naar Sephora. Dan ga ik me wel een beetje beter maken. Een beetje civiliseren. Een beetje levendig maken. En dan ga ik naar Sephora en hopen dat die Charlotte Tilbury hebben, want dan ik ga echt weten als dat niet zo is. Maar tot hier later. Dat was super lelijk. Oké, doei. De fit. What the fuck is wrong? Gewoon een coltra. Ik heb daaronder nog een coltra aan. Mijn van focus daar niet. Oké. Mijn Levi's broek en mijn sneakers van Asics. Ik heb mijn zus nagekocht. Lol. Ik heb 2 coltruien aan, want ik heb geen jas. Ik had geen plaats om mijn jas mee te nemen. Dus ik heb geen jas, dus ik heb gewoon 2 coltruien aan. And I'm ready to go to Sephora. Eerst naar die van de mall en dan ga ik misschien in de stad gaan kijken. Misschien is er daar ook iets. Ik ben net in de mall geweest. Daar was geen Sephora, of course. Daar was geen Charlotte Tilbury. Nu ben ik letterlijk onder een brug. Maar dat is fucking eng, dus ik ga filmen dus als er iets gebeurt. Dan zien jullie het. Dan hebben we proof. Met gezicht en al. Ik moet letterlijk nog 23 minuten, 24 minuten stappen. En ik hoop dat ik juist ben, want ik moest altijd rechtdoor blijven gaan. Maar ik ben ineens zo bij waar alleen metro's en zo mogen. En ik weet niet waar ik ben. En ik was zo mensen aan het volgen, maar ik denk dat ik gewoon in een fucking station ben. Whatever happened, I would always be the one to say I'm sorry, even though I haven't done nothing wrong. Ik ben helemaal naar Sephora.
Sephora gaan voor Charlotte Tilbury. En die was meteen. Allee, wel. Er was wel Charlotte Tilbury zoals ik heb gezien, laten zien. Maar er was gewoon niks. Alles was weg. Er was letterlijk niks. Allee, of toch zeker de dingen die ik moest hebben. En dan van Rare Beauty was er ook niks meer. Ik was van, waarom heb ik een half uur gestopt om naar hier te komen? Echt pist, man. Ah, bon, nu heb ik een beetje gestapt in Lyon, dat is ook goed. Maar toch. Echt een teken dat ik geld moest besparen. Nu heb ik geld om te gaan eten. Maar ja, ik had toch liever Charlotte Tilbury, jongen. Fuck dat. I'm back. Ik ben nog naar Vapiano gegaan. Vapiano! En ik heb daar pasta, alle tagliatelle met burrata en zo. En bacon en cheese. En nog eens cheese en nog meer cheese gegeten. En nu is het 4:15 en om 5:00 moet ik terug beneden klaarstaan om weg te gaan terug. Dus voilà. Alleszins, ik heb toch iets gedaan hier. Ik ga stappen voor niks eigenlijk, maar bon, ik heb dan toch wel iets gezien of zo. Maar ja, ik ben echt super disappointed. Maar hier zijn mijn boarding tickets. Kijk, dat staat hier zelfs. Hoe fucking cool is dat echt? Ik kan gewoon mijn flight zien. En ik heb gewoon nog castings die ik moet doen. En daar is mijn flight. Hoe cool is dat? Ik praat weer veel te veel. Ik ga gewoon mijn valies maken. Helemaal klaar om te vertrekken. Back home. Zoals ik al heb gezegd, ik moet niet werken. Dus het gaat super easy zijn voor mij. Ja. Ik mag gewoon in cockpit zitten voor de hele rit, maar bon. Hele vlucht, rit. Hele vlucht. Hi besties. Dus I'm back home. Ja, bon, ik moet een beetje vroeg opstaan omdat ik pedicure ga doen. Allee, zo eigenlijk, ja, manicure maar mijn voeten en mijn tenen, teennagels. Dus dan ga ik weer mooie teentjes hebben. Maar het is niet dat die, oké, whatever, waarom praat ik over mijn tenen? Ik ga gewoon pedicure doen. Zwijg. Elke gerespecteerde gymster gaan we nu naar de McDonald's. We geven echt slechte voorbeeld, vriendin. Oh, vriendin. Wij moeten geen voorbeeld zijn. It's true. We are not influencers. We're not influencers. We're zijn not gewoon influencers. Human beings. Het is quick geworden. The morning vlog. Ja, het is eigenlijk al middag. Maar ik ben heel productief geweest vandaag. Want ik ben om 9:15 naar de dermatoloog gegaan. Die heeft een beetje ledtherapie gedaan op mijn gezicht. En die heeft gezegd dat ik dat 3 keer per week moet doen voor 3 weken. En ik ga dat dus bij mijn mama doen. En dan ga ik jullie ook meenemen zo. En dan gaan mijn littekens weer gaan. By the way, wat vinden we van mijn kamer? Ik ben echt helemaal verliefd. Kijk mooi. Kijk mooi. Turba! Dan gewoon nog zo een geluid met de bijzing van zo Mario Kart Wii! Kappen. We kappen ermee. Oké, doei! Ik ben terug thuis en nu ga ik naar Bible Study met mijn mom. Yes, because that's important. It's important. Ik zou er echt veel meer moeten doen. I'm trying, okay? I'm trying. I'm doing my best. Maar voilà, dan volgen jullie ook mijn journey about faith. Because faith is very important. Good morning! Ik ben onderweg naar de break. Naar de gym. Ik ben zo moe. Ik ben eigenlijk al veel te laat. Sorry, nog als je dat gaat zien. But ja, yeah, ik ben echt moe. Maar ik ben toch wel opgestaan om te gaan sporten. Hè? Dus plas, dank u wel. Ga ik naar de gym, daarna ga ik denk ik naar de hub. Dan
beetje werken en zo. Aan mijn projects, of course. En ja, ik weet niet wat de dag nog... Ah ja, ik moet ook nog LED, rood licht LED gaan doen bij mijn mama. En dat is ook nog voor vandaag, maar dat is pas voor vanavond. Soms even nog een paar klanten vandaag en ja... Ik ga natuurlijk niet wachten tot als die allemaal klaar zijn voordat ik dat ga doen. Ondertussen heel andere dingen zo. Dus voilà, ik ga jullie weer al meenemen. Wauw, dat is... Hey vlog! Wat? Word je? Yeah. Oh my god! Maar yeah. Al super lang, maar ik ben gestopt. Maar nu ben ik terug. Ah, ik ken dat. Dus nu zijn we... Ik ben ook ooit gestopt. In de brick. Ja, je moet nee, we zijn niet in de brick, hè, vriendin. We zijn aan de brick. Auto. We zijn in de auto. In de auto. Oh, sorry hoor. Laten we gaan. Sorry, bro. Ik ga mijn pas rustig hier laten. En we gaan goed sporten. We gaan ons best doen. Bah. I don't know about that. Jawel. Jawel, jij ook. Ze heeft gewoon haar app verwijderd. Nu ben ik in de cabine van mama in Brussel. Dat is het buitenzicht. High insurance. En hier ben ik aan het werken. En ik zal nu een toertje doen. Het is hier super mooi. Ziet het al op de achtergrond? Oké, okay, whatever. Het winkeltje. Dan heb je daar zo. Dit waar ik zat. Met al mijn spullen. En dan heb je al die deuren zijn gewoon plaatsen waar je kan dingen kan doen. En dan mijn lievelingsplek. Niet voor wat het is, maar gewoon van hoe mooi het is. Look at this. It's just heaven. Deze wc. Ik ben echt gewoon een wc aan het romanticizing. Je weet dat allemaal vlog. Mama! Nu ben ik helemaal klaar. Ik heb nog steeds mijn kleren aan. Don't worry, I'm not like it. Maar, voilà. Nu zit ik op de tafel. Ready. Voor de behandeling. Om die een pineapple. Mon cœur n'est pas un jouet pour les gens comme toi. Hey vlog, het is veel te vroeg en ik wil gaan slapen, maar bon. Oké, eigenlijk is het niet zo vroeg. Het is 7:50. Eigenlijk is het niet zo vroeg. Zo een normaal uur om op te staan, maar alles wat voor 10 uur is om op te staan is voor mij middernacht. Bon, ik ga mijn make-up doen. Ik ga vertrekken. Ik vertrek vandaag naar Malaga en ik ga terug. Maar I'm gonna leave you guys, so bye, tot straks. Hi besties. Ik ben letterlijk al 3 uur thuis of zo. En het enige wat ik heb gedaan is gewoon op mijn gsm zitten en wachten tot we naar de frituur gaan. Vinden jullie dat normaal? Oh, joh. Ik kwam thuis en ik was zo van, ik heb nu honger. Like, ik moet nu eten. Mijn zus was zo van, we gaan pas om 8 uur eten. En ik was zo van, 8 uur? Ik heb nu honger, ik moet nu eten. Dus ja, wat moet je dan doen om de tijd te verspillen? Op je gsm zitten. Kijk nu naar mijn gsm en ik moet eigenlijk mijn tas maken voor morgen. Want ik blijf in Hamburg slapen. Totally forgot. Hi besties. Het is nu 8:49. 8:50 basically. Ik ben in het hotel. Ik heb me gedoucht. Ik heb mijn pyjama aan. Dit is what a crackhead I look like. Nog steeds, ik heb nog steeds een short aan, niet winnen. Maar ja, ik ben zo al beginnen te editen en deze video te editen. En ik denk echt dat die fucking lang gaat. Ik bedoel,
denk echt dat die super lang gaat zijn. Want deze week, I did a lot of shit. Like, I've been productive. This week, I've been very productive. Say it to my mom, besties. Ik zou een video doen dat ik zo in slaap ga vallen en zo. En dan zo morgenochtend ga ik dat zo hier liggen. En dan ga ik zo, zo bij haasten. En dan ga ik zo doen. Zo. I just woke up. Nee, ik ga dat niet doen. Maar oké, okay, ciao. Oh my god, ik moet in thema blijven. I meant. Tjus. Tjus. Hi besties, ik ben terug. Ik was rond 11:30 of zo al terug. En nu is het 12:40. En ik heb weer een McDonald's besteld. Maar dit is sweet. Cheese chili bolletjes. Ik heb dat nog nooit geproefd. Nog nooit geproefd. Maar... Oh. Beetje pikant, maar het is wel lekker ofzo. Maar dus deze morgen om 5:50 moest ik terug beneden staan. Dan hebben we een vluchtje en ik ben terug naar Brussel gegaan. Nu ben ik weer in Hamburg. En we gaan vanavond nog eten. maar ik had te veel honger, dus ik heb gewoon McDonald's besteld ook voor nu. Want ja, vanavond was binnen 6 uur ofzo. Dus ik moet toch iets eten ondertussen. Helemaal. Zijn we weer! Voilà. Dat was dus het einde van de vlog. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik heb het eigenlijk zelf nog niet helemaal gezien. Want het is nog niet klaar. We zijn al zondag en ik ga dat straks posten. Dus ik hoop dat het een beetje goed is of niet. En ja, dan moet je het maar zien als het niet goed is. Dus dat was het einde van de vlog. En hopelijk zie ik jullie volgende week. Als ik er ben volgende week. Sorry, maar editen neemt echt veel tijd in. En dat is echt tijd dat ik niet heb. Jullie echt... Nee, jullie. Waarom steek ik de schuld op jullie? Ik heb dat gekozen om dat te doen. Dus ja, hier zijn we weer. En nu ga ik de intro maken voor volgende week. Oké, doei.